Eigenlijk heb je al heel veel meegemaakt in je leven, daar hadden we het net over. De tweede Olympische Spelen komt eraan. Co-piloot bij de KLM. Je bent een druk mens. Ja, ik heb niet echt stilgezeten de afgelopen 30 jaar, nee. Nee, dat klopt. Daar komen de Nederlandse meiden, Lisa Westhoff, Lopke Berghout. Ze maken het af, in stijl, over de finish! Wereldkampioen in de 470-klasse, Berghout en Westhoff! Wat zullen ze blij zijn, wat een fantastisch resultaat! Ik denk dat ik een jaartje of 8 was toen ik voor het eerst in een optimistje zeilde. Mijn ouders die hielden van zeilen, die hebben ook veel gezeild. Niet op grote boten, maar in bijvoorbeeld 470's of 5x5's. En ik deed eigenlijk alle sporten. Waterpolo, ik heb ook Nederlandse kampioenschappen klimmen meegedaan. En ik heb wedstrijden geschaatst en hockey ieder weekend. Kung fu heb ik ook lang erbij gedaan. Maar dat stond op een gegeven moment ook meer in het teken voor het zeilen. Dat was eigenlijk voor mij een soort krachtconditietraining. Voor het zeilen. Maar op een gegeven moment werd het zeilen zo serieus dat ik ook wel met alle andere sporten ben gestopt. En puur voor het zeilen heb gekozen. Nou, soms word ik wel een beetje moe van mezelf. ik wil altijd alles goed doen. Niets aan toeval overlaten. Maar dat brengt je ook waar je bent. Maar noem eens zo'n moment waarvan je denkt, soms word je moe van jezelf. Of je eigen perfectionisme. Nou, altijd maar alles perfect willen doen, dat is best vermoeiend soms. Ik denk zo rond mijn 14e, 15e, zo rond Atlanta. Toen zag ik Margriet Matthijs en Roy Heijner daar medailles scoren. En toen is denk ik voor mij de Olympische Spelen een beetje in beeld gekomen. Van, god, dat zou ik in de verre toekomst ook wel heel erg graag willen, ja. En 8 jaar later kon ik deelnemen aan de Olympische Spelen. Toen was ik 22. Voor topsport moet je een hoop dingen opgeven. Maar daar rol je ook in. Dat begint eigenlijk al op heel jonge leeftijd. Zoals ik net zei, met de andere sporten die je dan laat vallen. En het huiswerk wat je moet plannen of de feestjes die je moet missen. En op een gegeven moment wordt dat gewoon. Raak je... Ik weet niet veel beter dan het leven van een topsporter waarbij je opofferingen maakt en vrijwel alles in teken van je sport staat. En dat gaat eigenlijk heel natuurlijk, dat kost me geen moeite, maar je geeft er een hele hoop voor op, dat besef ik wel, ja. Als ik stop met zeilen, dan is het eigenlijk heel duidelijk wat ik ga doen. Dat is wat ik nu ook doe, samen met het zeilen, dat is vliegen. En dat is gewoon de mooiste baan ter wereld. Dus dat vind ik helemaal niet erg om dat straks weer fulltime op te pakken. Nou, als ik ergens voor kies, dan ga ik daar meer dan 100% voor. En of dat nou vliegen is, of dat het nou zeilen is, of een relatie, of een studie. Voorbereiding is voor mij alles. Ik wil altijd tot in de puntjes en meer dan dat voorbereid zijn. Omdat ik denk dat... Dat de keuze die ik gemaakt heb, die verdient dat. Het zeilen verdient dat, het vliegen verdient dat. En ik ben daar wel heel erg toegewijd. Ik wil altijd overal alles aan gedaan hebben wat ik kan. En of dan iets wel of niet lukt, dan kan ik er in ieder geval op terugkijken dat ik me volledig heb ingezet. En alleen dat al geeft voldoening. Ja, ik en ook Gunnar, mijn vriend, wij zijn wel echt verslaafd aan het water, ja. En onze hond trouwens ook, Oosje. Ja, of het nou skiën, snowboarden, schaatsen, windsurfen, golfsurfen, kitesurfen, zeilen, zwemmen. Alles is goed met water. We hebben heel wat te horen gekregen over onze jurken. Niet exact hetzelfde, maar we zijn toch wel echt een team, hè, vanavond. Ik wou net zeggen, teamgedachte straalt het wel uit. Lopke en ik hebben... een ontzettend goede relatie met z'n tweeën. We kunnen alles zeggen tegen elkaar. We zijn ook kritisch naar elkaar, geven elkaar veel feedback. En de evaluaties binnen ons team vinden we allebei enorm belangrijk. En het is voor mij echt een genot om met iemand zoals Lopke in een team te zitten en in een boot te zitten. Ze heeft zoveel ervaring.
En heeft zoveel passie voor de sport. En zij is echt een topsporter in hart en nieren. Ja, de verwachtingen van onszelf zijn hoog. Wij leggen de lat hoog voor onszelf, voor elkaar, voor ons team. En wij doen er echt absoluut, maar dan ook echt alles aan om het hoogst haalbare te bereiken. Nou, het WK in 2010 hier in Scheveningen voor de deur. We wisten al natuurlijk al een tijdje dat eraan zat te komen. En dat is iets wat ik zo graag wilde winnen. Ik wist zelfs al dat het hier zou plaatsvinden voordat Lopke en ik samen een team vormden. En hoe dan ook, ik wist destijds nog niet hoe, maar dat wilde ik zo graag winnen. En toen vormden Lopke en ik een team in 2009 en dan leef je daar langzaam naartoe. Eigenlijk vlakbij hier werd jij wereldkampioen. Ja, daar. Ik heb hier ook wel vaak gestaan hoor, voor dat WK. Oké. Hier moet het straks gebeuren. En ons eerste jaar was geweldig in 2009, waarbij we meteen alles wonnen en in een enorme flow zaten. Er moest nog heel veel verbeterd worden, ondanks al die overwinningen. En dat merkte in begin 2010, waar we eigenlijk een heel stroef begin van het seizoen hebben gehad. En, maar zo langzaam richting dat WK wat we hier van de zomer hadden, begonnen toch alle puzzelstukjes op hun plek te vallen. En toen we uiteindelijk in een vreselijk spannende medal race die titel binnensleepte, gaf dat bij mij zo'n ongelofelijke ontlading. En dat was ook al wat je terugzag in de beelden. Goud voor Berkhout en Westholm op eigen water. Wat zijn ze blij. Kijk, ze juichen alsof het hun eerste overwinning is. Die vuist in de lucht, dat vieren ze. Twee wereldtitels op een rij. Ja, wat uiteindelijk in Engeland denk ik de doorslag gaat geven, is samenwerking. Ik denk dat het allerbelangrijkste is binnen een team. Weymouth is een ontzettend lastige locatie om te zeilen, waar heel veel gebeurt en waar iets in een seconde kan veranderen en je een heel ander beeld krijgt. En dat kan je opvangen door er heel veel te trainen en een heel goed inzicht te hebben in de omstandigheden daar en de windpatronen. Maar uiteindelijk is denk ik, de samenwerking tussen Lopke en mij doorslaggevend. Dat zal het allerbelangrijkste worden voor ons tijdens de Olympische Spelen. Nou, we zullen er in ieder geval alles, maar dan ook echt alles aan doen om volgend jaar het voor ons hoogst haalbare te kunnen bereiken. Daar kan je op vertrouwen. Als ik plots niet meer zou kunnen zeilen, dat zou... Dan spat er wel een droom uiteen, want het zeilen en het stemmetje in me van mijn ambitie, hetgene wat ik wil bereiken in het zeilen, dat is heel sterk. En dat is iets wat toch wel iedere keer terugkomt. Op zich heb ik een prachtig leven buiten het zeilen. Mijn leven houdt niet op na het zeilen, of als het zeilen er niet is, helemaal niet. Maar dat stemmetje in je, wat je hebt als topsporter, daar ben ik achtergekomen, dat is zo sterk. En ik hoop wel dat stemmetje een keer ook tevreden is en ook een keer stil wordt.